Nou ja, Kees heeft eigenlijk een soort kortsluiting in zijn hart. Waardoor hij soms zodanig op hol sloeg dat hij 500 slagen per minuut klopte. We zijn op advies van de dierenarts zijn we een crowdfunding gestart. Want de ziekte voor de operatie heeft ons eigenlijk al ons hele spaarpotje gekost. En voor ons was het potje dus leeg. En moesten we een creatieve manier bedenken om Kees toch in Italië te krijgen. En dat begon een eigen leven te leiden. En binnen 13 dagen hadden we het bij elkaar. Vanaf het moment dat hij bij ons is, is hij gewoon een volwaardig gezinslid. En als het je kind was, deed je ook alles ervoor. En Kees voelt eigenlijk als ons zesde kind. En nu met Kees, hij is toch een beetje kaal, zie ik. Maar nu lekker genieten van de hond. Ja, het is nu al een wereld van verschil. Ja. Hij is fitter, hij is blijer, hij is rustiger, zijn hartje klopt goed. En als het goed is, kan hij net zo lang mee als iedere andere Labrador.